Nou ja, hoe wil je de beste... Hou je het zomaar voor. Maak maar zaad. Dit was ik. Helemaal in het begin? Helemaal in het begin. Ja? Kijk. Dit was ik. Helemaal in het begin. Ja. Dit was onze grootvader. Die was ook zo kaal. En daar ging het op aan. Zo kaal was ik ongeveer. En dan al zo jong. En dan nog met 22. Jullie zijn er dus in geslaagd om weer haar op je hoofd te toveren. Inderdaad. Hoe kwam je op het idee om het te doen? In het Deense ziekenhuis in Amsterdam werden mensen gevraagd voor proefpersonen. Daar kwamen we dus niet voor in aanmerking. Op een gegeven moment dacht ik van, nou, als jullie nog niet verder zijn, waarom zou ik... Toen zeiden ze dat jij geneesbaar was en ik eigenlijk niet. Waarom niet? Ik was al zo ver ik was gewoon kaal. Toen ben ik ook aan het experimenteren geslagen. Toen ben ik op zoek gegaan naar bepaalde haarshampoos en haarmiddelen. Op een gegeven moment kwam er een combinatie voor de dag die echt haargroei bevorderde. Het is dan zo'n lieve shampoo die zorgt voor een goede doorstroming van de huid. De bloedvaten stimuleert het bloed. Het bloed wordt enigszins... het bloed komt er enigszins meer op gang. De stimulatie van het bloed... Ja, je kan geruststellen dat deze lotion eigenlijk... als je die dus uitspoelt, dan voel je dat je hoofdhuid begint te trillen. Weet je wel? Net of er meer bloed bij de haren komt, dus komt er ook meer voedingsstof. Oh, naar de bien. Ja, moment. Bien in hemd. Die heeft gewoon zelf samengesteld. Die lotion die is gekocht. Die is gekocht, hoor. En wat is het dan voor lotion? Het is tegenwoordig een heel bekende haarlotion. Maar hoe heet dat? Hoe heet het? Minoxidil. Dit is minoxidil. Ja, zijn jullie gelijk met het minoxidil begonnen ook? Nee, ben ik niet gelijk mee begonnen. Ik heb eerst eens met een shampoo geprobeerd. Ja. En had je toen een resultaat? Toen had ik inderdaad een klein beetje resultaat, ja. Maar lang niet genoeg. Dat zou nooit tot een genezing kunnen leiden. Maar sinds het minoxidil lukt het wel? Sinds de minoxidil, ik ben bang, ik hoor wel eens geruchten dat mensen zeggen via alleen minoxidil dat het lukt. Ik ben bang, dat weet ik eigenlijk niet. Het zou kunnen, het zou heel goed kunnen, dat weet ik niet. Maar ik doe het dan met bepaalde shampoos, dat echt de optimale werking. Ja, maar je hebt toch eerst alleen maar met minoxidil geprobeerd en toen hielp het niet. Het werkte bij jou niet zo goed, hè? Nee, het werkte eerst niet zo goed. Het werkte wel goed, maar ik kon het niet hebben. Waarom? Ik kon het niet zeggen, het was te zwaar. Het was te zwaar, nou, je werd duizelig van. Zodoende. Het was te zwaar. Dus ik gebruik het nu ook niet zo vaak, enkele maal, en het groeit wel door. Dus ik doe wat rustig aan. De tijdverloop zal dus wat langer worden bij mij als bij hem. Maar daar heb ik er wel voor over, daar gaat het niet om. Maar je moet het wel goed in de gaten houden, die middelen. Het is ook zo, de middelen in combinatie met elkaar zorgt ook dat baardgroei in de hand werkt. We hadden nooit geen baard. Ik heb het dus vanmorgen afgescheerd om het verschil te laten zien, maar hij heeft baard en ik dus niet. Maar ik moet me ook om de 2 of 3 dagen nu scheren. Dus je zou ook borsthaar kunnen verzorgen? Ja, inderdaad, als je het invreeft wel, ja. Dan zou je dat krijgen, ja. Sommige mensen hebben mij ook wel uitgelachen. Ze denken, ach jongen, dat kan toch nooit, dat is toch nooit mogelijk. Maar via zullen we er dus wel uitkomen. Dat is dus geen punt. Wat zegt u daarvan, professor? Maar dit is toch waar? Wanneer het klopt dat het vroegere foto is... Dit was de eerste foto. Want hoe is dat dan tot stand gekomen? Nou, ik heb dus een bepaalde haargroeimiddel met bepaalde shampoos bij elkaar gevoegd. En dat werkte dus heel goed. Ja. En zodoende heb ik dat voor elkaar weer te presteren. Ja. Mm-hmm. Eigen middel gemaakt. Eigen middel gemaakt. Mm-hmm. Fantastisch. Gefeliciteerd. Kunt u dat publiceren, omdat wij dat kunnen achterhalen? Een nauwkeurige methode? Ik heb dus alles wel opgeschreven, maar op het moment publiceer ik op het moment nog niks. En dat is het punt. Nu kunnen we dus ook duidelijk bewijzen dat dit waar is. 100%. Maar is het niet heel moeilijk om te... Maar niet met die foto's, hoop ik. Dit zijn toch mijn eigen foto's, denk ik. Ja, maar die zijn wat onscherp. Want ik vrees dat dat geen bewijs is. Die zijn natuurlijk ook scherper te maken. Prima, maar toch geloof ik het niet. Door intensief rijven, door barstelen...
kan je een klein, de hoofd zo veranderen dat een klein beetje danshaartje sterker gaan groeien. Maar ook dat heeft niks te maken met het haarprobleem mannelijke kaalheid. U zegt dat kaalheid dus niet de omgang met andere mensen een belemmering daarvoor is. Maar ik heb zelf dus meegemaakt dat ik moet heel goed uitkijken wat voor kleding ik aantrek. Want loop ik in een verschoten spijkerbroek en een gerafeld jasje, dan heb ik echt wel alle ruimte in de bus of in de trein. Er zal absoluut niemand naast mij komen zitten. Kijk, ik heb het erover dat de mannelijke kaalheid bij de mannen sociaal geaccepteerd is. Omdat de hele maatschappij, dat is gewoon, ja. Maar de haaruitval van andere typen, alopecia areata totalis, dat is een heel ander verhaal en dat is ook niet zo maatschappelijk geaccepteerd. Derhalve is het te begrijpen dat een mens met alopecia areata zich belemmerd voelt in het omgaan met andere mensen, zoals u dat stelt. In de tweede klas van de lagere school ben ik dat verloren. Merkte ik dat ik 's ochtends wakker werd en toen lag gewoon een pluk haar op je kussen. En dat ging zo'n paar weken door. En nou, als dat een paar weken doorgaat, dan word je dus kaal. Dat was dus ook het geval. Mm-hmm. Dus toen is het voor de eerste keer is het eigenlijk uitgevallen. Het lijkt me een buitengewoon traumatische ervaring als je klein bent. Ik denk dat het wel raar is. Ik weet niet of ik in het begin helemaal realiseerde wat er gebeurde. Want mijn vader was ook kaal. Dus het was niet een volledig onbekend iets. Maar ik denk niet dat het echt op dat moment ben je niet echt juichend je tanden te poetsen als je ziet dat er weer een pluk weg is. Dat is natuurlijk zeker niet het geval. Nee. En de schoolvriendjes. Dat zou ook belangrijk zijn geweest. Ja. Ik denk dat eigenlijk dat het kinderen toch nog redelijk hard kunnen zijn onderling. Ik denk dat dat zeker wel het geval is. Maar ik kan me daar aan de andere kant niet zo ontzettend veel van herinneren. Ik ben natuurlijk ontzettend, je wordt natuurlijk ontzettend gepest, maar ik weet, net zoals deze klok die je net hoorde, nou, die heeft de hele leven heeft die in de kamer van mijn vader gestaan, die naast mijn slaapkamer zat. Nou, die hoor je op een gegeven moment niet meer. Ja, ik hoor hem nu wel, hè, maar die hoor je niet meer. Zo, ik denk, reageer je ook op je omgeving. Ja, dus als je heel veel gepest wordt, et cetera, als je klein bent, op een gegeven moment word je immuun voor. Het dringt gewoon niet meer tot je door. Wij gingen wel eens de stad in. De Kalverstraat van Arnhem is dan de Rijnstraat. En dan gingen we daar doorheen en dan gingen we huppelen. Nou, dat was op zich was dat normaal. Op zaterdag gingen we meestal door de stad en dan gingen we ook een stuk huppelen. En dat huppelen is best leuk namelijk. En toen... En achteraf realiseer ik me dat het natuurlijk een belachelijk gezicht was. Twee van die kale kerels die daar door de tussen drukke winkelstraat staan te huppelen. Dat is natuurlijk toch heel apart. Dus iedereen die keek. Okay. Daar raak je dan aan gewend. Dus het feit dat mensen staren naar je, dat op een gegeven moment ontgaat je dat. Dat is weer hetzelfde verhaal als met die klok erachter. Die hoor je niet meer. In hoeverre ben je kwetsbaar? Dus als je 's avonds over straat loopt in het donker en je komt daar een hele grote groep met opgeschoten jongens tegen, dan ben ik kwetsbaarder dan iemand die wel haar heeft. Dat valt op, het kan agressie oproepen. Dus dan moet je daar gewoon proberen om daar langs te komen op een of andere manier. Om het wat dramatisch te zeggen, zonder geraakt te worden. Als ik nu zou kunnen kiezen of de rest van mijn leven doorgaan of weer haar nu zouden hebben. Nou, dan zou ik waarschijnlijk toch wel voor kaal kiezen. Want weet je, je moet ook weer allemaal nieuwe vrienden maken. En je moet er weer aan wennen dat die mensen niet allemaal naar je kijken op straat. Het is één met je persoon geworden. En om nu als een, de rest van mijn leven bijvoorbeeld als een andere persoon door het leven te gaan, denk ik niet dat ik die optie zou nemen.